It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here, I hear you calling out. Die heeft de vlinderstruik weer gesnoeid. Ik laat het jullie zien. Dat is geen vlinderstruik, dat is mijn hondje. En daar ligt er ook nog een. Ja. Maar ik hoef de deur niet open te doen. Hij is weer mooi kort gewiekt. Ja. Ja. Daar zijn we dus aanbeland weer. Ja. Ik neem even gehakt mee. Gebraden gehakt, dat is lekker. Gaat het in de tas als de tas open wil. Zo. It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds donderdag. We leven op de 20ste van de 4e 2023 en het is 12 uur 33. Willy die komt iets laat, want ze moet tot 1 uur werken. Dus ik heb nog mooi even met de hondjes uit, maar het is hier grauw, vies, rot weer. En jullie zien, ik ben niet opgemaakt. Nee, ik heb lichte hoofdpijn, drukkende hoofdpijn. Ja, ik weet het eigenlijk niet hoe ik het noemen moet. Het is vervelend. En ik wil mijn haar vandaag wassen. Niet bijkleuren, dat niet, maar gewoon wassen. Ja. Dus ja, dan ben ik ook bijna nooit opgemaakt. Als ik mijn haar wil doen, op wat voor manier dan ook, dan ben ik niet opgemaakt. Dat komt dan na die tijd. Dus ja, dat weten jullie zo langzamerhand van mij. Dus daar hoef ik me ook niet voor te schamen of wat dan ook. Nee, ik ben wie ik ben, ja toch. Dus ik ga even lekker met de hondjes naar buiten. Het regent hier wat, maar ik keek net op mijn buienalarm. En het is zo niet heel dat ik dan een regenpak aan moet gaan doen. Ik denk, nou dat doe ik niet. Van die kleine heuveltjes, nou je wordt amper nat. En anders, nou ik pech. Ja toch? In de kast liggen schone kleren hoor. Ja, en anders op mijn stoel nog wel. Een hele stapel kleren die ik nou ja, gebruik. De ene dag dat. Maar het wordt niet smerig, dus waarom moet ik het in de was doen als het smerig wordt? Niet smerig wordt. Dus ja, dan heb je als het vandaag nog mooi weer had geweest, had ik mijn rode zwarte jurk aan gedaan, die nieuwe. Maar het is klojo weer, dus ja, doen we lekker niet. Ik heb wel mijn nieuwe legging weer aan met die bloemetjes. Maar gewoon een oversizende trui, hoe noem je zoiets. Ik weet waar ik een hekel aan heb en ik weet niet hoe goed ik dat kan krijgen. Het zoompje, het is eigenlijk geen zoompje, maar het vouwt om. Dat. Ja, dat dus. Dat vouwt, ik weet niet of jullie het zien, dat er. Kijk, dat gaat omkrullen. Helemaal. En dat vind ik niet fijn. Nee, maar ga ik staan, dan gaat het weer hup omhoog. Nou, als iemand wie dan ook weet wat ik daaraan kan doen. Ja, dan maar graag. Want het krult gewoon om. En dat vind ik niet mooi. Nee. Dus ik denk dat er meerdere met mij zijn die dat niet mooi vinden. Dus ik ga de wandel-app zo vastpakken en hoppata. Dan kan ik die zo vast aandoen. Vest gaat dicht, jas gaat aan, sjaal gaat om, want het is wel koud. Het is zover ik zie 7 graden, de gevoelstemperaturen waren 4 graden, dus dat is koud. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet een beetje met ons mee. Jullie weten, ook Willy die is weer vandaag van de partij, dus het wordt weer een dolle boel hier aan deze kant, mag ik hopen. Als ze moet zo gereinigd wezen, ja dat zijn we allemaal wel eens, maakt niet uit.
Ze zeggen, geniet van jullie dag en geniet een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour. Ja, ik zou mijn haar gewassen hebben, maar dat heb ik nog niet gedaan. En ik heb er ook nog geen fut voor. Ik kijk scheel van ellende, maar toch ga ik straks even de hort op. Het is nou weer mooi weer, het zonnetje schijnt. Het is nog hier en daar ook wel bewolkt, de lucht is ook blauw. Maar ja, druk gehad, tenminste, ja, ik zelf niet zo, maar... Willy is geweest, huishoudelijke zorg. Mary is geweest. Mijn liefhebbende broertje Koen is geweest. Die heeft de vlinderstruik weer gesnoeid. Ik laat het jullie zien. Dat is geen vlinderstruik, dat is mijn hondje. En daar ligt er ook nog een. Ja. Maar ik hoef de... deur niet open te doen. Hij is weer mooi kort gewiekt. De groene container die is vol. Dus ja, ik ben er weer blij mee. Eindelijk weer kort gewiekt. Dus ja, dat dus. En ja, zoals Daro staat, ook nog het een en het ander. En die is mij zo te groot eigenlijk. Eigenlijk wil ik dat weg. Maar ja, dat heeft ooit iemand daar neergezet wat ik dat totaal niet wou. Nee, ik had daar graag een Bordeaux-rode rozenstruik gehad willen hebben. Maar nou heeft hij die troep erin gedaan. Had gewoon in die pot moeten blijven. Ja, maar ja, je hebt mensen, je hebt mensen. Hé, Elwing? Ja, nou, jij het schat. Ja. En dit ligt heel goed. Zo heerlijk lief. Ja. Dus ja, dat dus allemaal. Dat, nee, maar mijn hoofd... Ik ben er eigenlijk raar van. Maar ik wilde toch even naar buiten toe de frisse lucht in. Misschien dat dat wonderen doet. En dan zien we dan wel weer. En dan kan ik later ook mijn haar nog wel doen. En anders is er morgen nog een dag. Ja, echt wel. Het is vandaag donderdag, morgen heb ik trouwens verder ook niks bijzonders, wat ik weet. Ik heb mijn mobiel even in de lader, want ik wil even nog wat shorts maken, ook dat nog. Ay, nee, je komt er niet aan, het vrouwtje gaat weg, .nl. Ja, wil er een eruit, nou, aan mijn hula hoop. Ja, echt. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon weer verder met jullie dingen, wat jullie doen. En geniet een beetje met ons mee. En ja, ik wacht even tot mijn mobiel wat verder is opgeladen, want die gaat natuurlijk mee. En ja, dan zie ik jullie daar ook wel weer op terug. En ik moet nog even weer een short ergens zien te versieren, et cetera. En ja, ik moet ook met Karin meedenken, ook... zoiets, om shorts te maken. Ja, dat is soms voor mezelf al moeilijk. Laat staan voor een ander, weet je. Maar ja, we doen ons best. Komt allemaal goed. Dus we wachten het gewoon af. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ja, jullie zien het allemaal weer. Ja. Ja. Daar zijn we dus aanbeland weer. Ja. Ik neem even gehakt mee, gebraden gehakt, dat is lekker. Gaat weer in de tas als de tas open wil. Zo. En salami neem ik mee. Ja, dat zijn mijn twee pakjes. Hek nog eentje thuis leggen. Oh ja, en ik wil kaas mee. Ik heb geen kaas meer. Dus gaan we kaas halen. En dat is niet hier, maar aan de andere kant. Jo. Nee. Nee? Ja. Alleen daar hoor. Alleen het is ja en niet nee. Hoor. Hallo. Hallo. Kijk, en dan nemen we deze kaas. Ik ook maar even eentje genoeg.
zegt u? Ik zeg, ik maar momenteel even aan eentje genoeg. Ja. Kaas, ja. Nog wel. De rest komt de andere week wel weer eens. Wat zou ik nou? Ja, kattenvoer. Ja, kattenvoer. Hier ook, kattenvoer. Maar niet dat. Ja, ik moet ook dat binnenkort. Oei, oei, oei. Jongen, 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 jongen. Kijk, ik moet een doosje hebben. Jo. Neem die maar mee. Voilà. Gaat ook in de tas. Zo, dan moet ik weer achteruit. Voilà. En alles met één hand. Ja, ja. Wat wou ik nog meer? Ik weet het zo langzamerhand niet meer. Nou, dat komt ook omdat je hoofdpijn hebt, meid. Dan weet je het ook niet, hè? Ja. Waarom wil die stuurhaas niet draaien? Ik heb het gevoel dat hij strover is met sturen dan die rode weer. En daar hebben we onze Ellie. Met jou alles goed? Ja, mooi. Nou ja, ze weten dat ik hoofdpijn heb, dus ik ben ook niet opgemaakt. Leuk. Ja, en dan moet ik weer om dat denken, hè? Ja. Leuk. Dus dan doe je het even ergens anders op. Leuk. Hoe gaat het met je? Nou ja, hoofdpijn, hè? Ik ben niet opgemaakt, dan weet je het wel. Ja, als ik zo eruit zie, dan ben ik, dan markeer ik wat. Ik krijg het druk gemaakt. Nee. Gewoon zo wakker geworden en het wil gewoon niet over. Ik had het gisteren. En ik heb het wel druk gehad in huis. Want mijn huishoudelijk hulp die kwam. Maar mijn vriendin, mijn surrogaatzusje Mary die kwam. Mijn broer die kwam. Ja, in plaats dat hij even een appje ik heb er twee, maar eentje die, als ik die tegenkom, dan zou ik hem denk ik niet meer herkennen, zolang ik hem niet meer gezien. En waar woon je broer niet voor? Mijn ene broer die bij mij komt, die woont hier in Den Helder. Okay. Ja. Oh, dat is wel leuk. Ja, die heeft even de hoe heet dat ding? Vlinderstruik. Heeft hij even bijgesnoerd. Oh, dat is wel lief. Dus, ja, dat doet hij één keer in het jaar. Dat is wel lief, hè. Daarom. En laat je ook even wat aan? Laat je ook even wat aan? Nou, nee, vind ik niet. Hij is dat. Heb je ook zusjes? Nee. Die waren ook zo erin. Ja. Nee. Oh, dat vind ik wel leuk. Maar ja, je weet, je moet maar kijken op YouTube, dan zie je jezelf ook weer. Ik ga wel even kijken, ja. Ik ga maar kijken. Hoe schrijf je mijn voornaam? Weet je dat dan nog? Een heleboel weten dat niet, hè? Corina met I-E. Dus C-O-R-I-E-N-A. En de beestenboel. Oké. Dus ja, dat dus. Ja, nou, dus ik wil eerst goed gaat. Nou, die zijn al oud. Ze zijn al versleten. Dus. Maar ja. Nu gaat dat weer om de helft. Ja, weet ik. Balen, maar ja, wat doe je er aan? Ik heb toch ook een optie? Ja. Maar ja, ik hoorde dat mensen die hupsie hebben, die jou ook naar de hoofd gaan. Nou, ik moet nog een zakje rode snoepjes. Nee, ik hoorde dat mensen die hupsie hebben, die gaan ook naar de hoogte toe. Ja. Die gaan ook naar de hoogte. Ja, tuurlijk. We gaan allemaal naar de hoogte neer. Ja, want wij betalen nou 470. Dan zit je nog lager dan dat ik zit. Ja. Ja? Ja. Ik zit over de 500. Ja, maar als we eruit gaan... Hè? Want dan ik zo 700 euro. Nou, ik blijf zitten. Ja, uiteraard. Moet je ook wel blijven doen. Mijn snoepjes. Waar zijn mijn snoepjes? Hier ook. Ze zijn wel hartstikke duur, maar het is al een grotere zak. En daarom moet ik die ook hebben. Ja, er zit meer in. Hoppata. En nou neem ik één doos mee. Wat zou ik? Ik zou twee dozen meenemen. Oh, wat ben ik lekker dom bezig.
Ja, echt dom bezig. Ik ben, ja, nou, ik rijd er al zo weer in. Kijk maar. Zou ik er alsjeblieft door mogen? Dank u wel. Ja, ik ben een beetje dom bezig. Ik ben een beetje dom bezig. Ik moet nog zo'n doos hebben. Ja, en nou kijk ik er niet bij. Wil jij even helpen, jongeman? Yes, ik kom eraan. Ik wou nog zo'n doos hebben. Deze? Ja, van 3,49. Kijk, dan pak ik hem over en dan gaat hij als mijn tas open wil. En die wil niet. Die is dicht gegaan. En daar baal ik van. Ja. Zo. Ja. Zo, haha. Dan hoop ik dat het goed zit. Even opschudden. Opschudden voor het gebruik, zeggen we dan maar. Ja. Wat zou ik nou? Koffie. Ja, op zoek naar koffie. Is mijn koffie er al? Nee, allemaal dure potten. Moet je nou toch eens kijken, hè? Ja, je moet toch koffie hebben. En ik ga niet die koffie drinken die Mary drinkt. Welke is nou... Ja, dat... Douwe Egberts, 5,99. Ik kan beter die dan nemen. Deze. Oh, wat is het duur? Jeetje, wat is dat duur? Ja, erg hè. Ja, maar mijn koffie is er niet. Nee, die was niet zo duur. Die hier al. Ja. Nee, ook niet. Wel, we hebben. Iedereen is ook aan de koffie. Ik geloof die bovenste, dat die koffie. Ja, die is er ook niet meer. Nee, die is er niet meer. Ja, je moet toch koffie hebben, hè? Ja, dat is waar, anders moet je toch gewoon even vragen. En ik ben nee, ze hebben het niet meer. Oh. En ik ben een vlogger, dus als je me volgen wilt. Oh ja, ik volg. Ik volg, hoe zegt hij? Hij weet mijn naam niet. Lul. Ik zal ook even vragen. Een vraagje, heren. Hebben jullie die goedkope koffie niet meer? Hebben jullie die goedkope koffie niet meer? Die oploskoffie? Oploskoffie? Ja, ik heb nou een dure. Van twee nog wat, erbovenin. Misschien is dat wel goed voor... Die potten oploskoffie van bovenin. Twee nog wat. Want ik heb nou die dure. Hij weet echt heel veel van de koffie, misschien... Dat hij echt wat aan het achterkijken. Graag. Want je betaalt je groen en scheel aan deze koffieket. Nou, die goudmerk maar. Zie je nog wat? Wat zei u? Zie je nog wat? Ja. Het is duur. Ja. Toch, hè? Het is een goudmerk, maar nog even heeft het ook in een goudbad gelegen. Ja, het zal me niks verbazen. Net zoals de kaars, hè? Ja, absoluut. Dat heeft ook in een goudbad gelegen. Optimaal. Oh. Nou, dus door je te wachten, hè. In te wachten, en te wachten, en te wachten. En er wordt gerend, en er wordt gerend. En er... Nee, ja, dat was ik er bang voor. Ik heb een telefoon. Heb je ook? Gaat niet worden. Nou, ik pech. Ja. Dan hebben we pech. Die
heb ik normaal. Wat is de eieren ook zo duur? Alles is duur. Nog even. Kan je niks meer drinken. Ja, ik vind het absurd. Echt absurd. Nou, en ik laat het er niet om liggen. Nee, ik wil mijn koffie hebben. Zo simpel als ik weet niet wat. Nou, ik weet het even niet meer. Want ik heb momenteel ook niet zoveel geld in mijn portemonnee. Dus... Ja. Een gesneden bal gehakt op, of boeren met worst. 1,39. Nee. Wacht, ja, per 100 gram van 2,9 naar, ja, dacht ik even niet. En dacht ik even niet. Jongen, wat toe. Echt schreeuwend. Ja. Nou, ik heb nou genoeg in mijn tas. Aangezien dat ik het daarmee moet doen. Ja. Dan gaan we naar de kassa. Dus ik pak jullie weer af en tot straks. Ja, lieve vrienden, ja, ik zie er niet uit en ik kom net binnen en ik heb een giga hoofdpijn en het wil me niet over, het wil niet zakken, niks. Maar in ieder geval, ik ben net thuis. Ik heb wat werk geweest, ondanks dat ik zo ben. Ik heb een aantal shorts gemaakt vandaag, dus ja, en ik ben naar de FOMA geweest, daar ik ook aan het vlog geweest. Kan jullie lekker mee wat dat er gaat? Even een beetje boodschapjes gedaan. En nu zijn mijn meisjes aan de beurt. Ja. En ik heb Karin eventjes gezien. Want daar was ik ook. Maar het was de druk. Het was de gigadruk. Ja, niet qua... 1, 2, 3. Drie heren stonden de buiten. Karin die was er. Ja, de buren was dat. Die, en Karin, ja, die heb ik eigenlijk als het ware ingehaald, binnengehaald, hoe noem je dat, verwelkomd. Ik keek op de app waar ze reed en toen zag ik dat. En toen denk ik, hey, ik ga er even begroeten, vind ik wel zo leuk. Dus eventjes bij haar geweest, ik heb haar even gezien, een knuffel gehad. Ik heb mijn bus haarlak gekregen, die nog bij haar in de auto lag. En ze zou even slaapje doen, maar ja, de buren naast waar ze, Karin dan werkt, dat was zo giga druk, allemaal muziek. En dat ging mijn hoofd eventjes, ja. Maar ik heb voor jullie aan het werk geweest en daar ben ik blij om ook, want ja, weer een mooie leuke shorts. Je moet maar even in je hoofd schieten, oh ja, daar is ook nog leuk. Oh ja, en dat ding is ook leuk. Oh ja, en dat is ook leuk. Moet maar even in je hoofd schieten. Dus ja, even lekker erbij er geweest en gedaan voor jullie. Dus ik hoop dat jullie die shorts mooi gaan vinden, leuk gaan vinden. Weet ik veel hoe het maar, wat je het maar van vindt. Laat het even weten. Duimpje omhoog en een reactie eronder. Dus ik wil het graag voor jullie horen. Dus kom maar op en laat het van je weten. Ik zou zeggen, geniet verder. Het is al avond, het is bijna 7 uur. 18:51 op de computer. Ik ga nou eerst mijn hondjes uitlaten, meisjes. En daarna neem ik een hapje eten en televisie kijken. En ik moet nog een vlog in elkaar zien te zetten voor jullie. Ook dat nog. Ja, dus kom maar tot vanavond nog wel weer even terug. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je avond. En ja, doe je ding. Wat je gelukkig maakt, wat je blij maakt, gaan wij ook doen. Zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, het is alweer hartstikke laat. Het is 3 uur geweest in de nacht. Dus ja, deze dame gaat naar bed. Dus de meisjes gaan ook lekker mee. Ze zijn al uit geweest en al. De vlog die staat vanmorgen weer online. Want ik, ja, ik loop weer achter, logisch.
Maar in ieder geval, mijn haar is ook gewassen. Dus ja, ik zie er nog wel niet uit, maar dat doet er even allemaal niet toe. Nee, moet nog naar de kapper, maar het is me nog te koud. Dus jullie moeten het even hier mee doen hoor. I'm so sorry. Maar in ieder geval, wens jullie, als degene nog niet slapen, die dit hoort, welterusten voor straks. Degene die al wel slapen, nou ja, ik hoop dat die morgen gezond mogen wakker worden. Wij gaan ook naar bed, dus ik zeg tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. But I'm coming out of my shell, and I'll never